Wij hebben onderzoek gedaan naar mensen met een licht verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Naar aanleiding van het gegeven dat steeds meer mensen met een LVB of zwakbegaafdheid een beroep doen op langdurige professionele zorg, zonder dat we precies weten waardoor dat komt. Nou, een doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in waarom dat nou precies is toegenomen, die zorgvraag. En wat we daarmee willen bereiken is om de ondersteuning en de zorg voor deze mensen beter te organiseren. Peter, kun je iets vertellen over de resultaten? Nou, de resultaten van ons onderzoek laten zien dat mensen met een LVB of zwakbegaafdheid niet alleen een lichtverstandelijke beperking hebben, maar ook vaak geconfronteerd worden met bijkomende problemen. Bijvoorbeeld een psychische stoornis of geen dagbesteding hebben of schulden gemaakt hebben. En soms zelfs ook sprake is er van verslaving. Daarnaast zien we over de volle breedte dat deze mensen nauwelijks vrienden hebben en maar in zeer beperkte mate ook een beroep kunnen doen op informele hulp. Dus hulp van opa's, oma's, buren, vrienden. En dat de kans groot is dat ze ook opgroeien in kwetsbare gezinnen, waarbij de ouders zelf problemen hebben of moeite hebben om hun kinderen op een consequente en goede wijze op te voeden. Daarnaast hebben we ontdekt dat het niet één groep is, maar dat er, als je kijkt naar de achtergrondkenmerken die op een bepaalde manier clustert, er sprake zijn, is van 5 verschillende subgroepen. Groepen met hun eigen karakteristieke achtergronden en met, zou je kunnen denken of kunnen stellen, ook met een eigen specifieke ondersteuningsvraag. Nou, uit ons onderzoek blijkt echter dat in het verleden die onderzoeken of die ondersteuning onvoldoende rekening hielden met de achtergrondkenmerken van de subgroepen die wij ontdekt hebben. De meeste mensen in ons onderzoek hebben meerdere hulpverleners gehad, dus hulp in het verleden gehad, maar hebben nog steeds een intensieve, langdurige zorgvraag. En op zich is dat natuurlijk ook een opvallend gegeven. Dat betekent dat de hulpverlening in het verleden onvoldoende ondersteunend is geweest om mensen verder te helpen. Daarnaast zien we dat een aantal mensen uit onze onderzoeksgroep niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. We hebben 1 subgroep, daarvan is 100% van de mensen is verslaafd en slechts 20% van die mensen ontvangt verslavingszorg. En dat is natuurlijk ook een opvallend gegeven. Tot slot zien we dat het contact tussen de hulpverlening en de hulpverleners en deze mensen vrij laat tot stand komt. Het eerste hulpverleningscontact, dus het eerste contact met een hulpverlenende organisatie, komt voort of vindt plaats op een gemiddelde leeftijd van 17. En dat is vrij laat. En dat is zeker vrij laat als je opgroeit in een kwetsbare omgeving waarin ouders moeite hebben om je op een goede en adequate wijze op te voeden. Nienke, waarom is dit onderzoek belangrijk? Nou, het onderzoek is belangrijk om verschillende redenen. Allereerst is het onderzoek natuurlijk belangrijk voor mensen met een lichtverstandelijke beperking of zwakbegaafdheid zelf. We hebben het ongeveer over 2,5 miljoen mensen in Nederland die een IQ hebben tussen de 50 en de 85. Gelukkig gaat het met de meeste van deze mensen heel erg goed en zij redden zich dan ook prima zonder zorg of ondersteuning. Maar zoals we net ook al aangaven, zien we een groep die groeiende is en die dus wel steeds meer vraag heeft naar zorg en ondersteuning. We zien in Nederland ook een ontwikkeling dat we steeds meer willen naar een samenleving waarin iedereen zijn eigen plek heeft. Dat onderschrijven wij ook en het is dus ook belangrijk dat iedereen die een beroep doet op die zorg ook de juiste ondersteuning krijgt om uiteindelijk die plek in de samenleving te krijgen en ook een zinvolle bijdrage kan leveren aan die samenleving. Dus dat is één reden waarom het onderzoek van belang is. Ten tweede is het onderzoek ook belangrijk voor medewerkers die in de zorg werken voor mensen met een lichtverstandelijke beperking of zwakbegaafdheid. Wij merken in ons onderzoek dat we heel veel vraag krijgen vanuit die kant. Ook interesse om mee te werken aan ons onderzoek en mee te denken. Maar tegelijkertijd ook merken we dat er echt behoefte is aan handvatten om die zorg aan deze mensen vorm te geven. Omdat er ook zoveel verschillen zitten in die doelgroep zelf. Qua problematiek, maar ook qua zorgvraag en zorgbehoefte. Dus van die beide kanten is het onderzoek belangrijk. Peter, zijn er consequenties te trekken? Er zijn een aantal consequenties te trekken. De eerste is meer aandacht voor de onderlinge verschillen die we hebben aangetoond. En de hulpverlening zou daar veel beter bij moeten aansluiten. Verder is het denk ik van belang om veel meer naar vroeg onderkenning en vroegtijdige behandeling te gaan. Dus eerder, beter en daardoor wellicht ook lichter op termijn hulp kunnen verlenen.
In dat verband is het ook van waarde dat sectoren en disciplines beter gaan samenwerken. Huisartsen, scholen, maar ook de verslavingszorg samen met de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg. En last but not least zou het ook vertaald moeten worden naar nieuw beleid. Dus hoe kom je in aanraking met hulpverleners? Wanneer heb je recht op hulpverlening? Waar bestaat die hulpverlening uit? Heb je daar een indicatie voor nodig en hoe wordt die gefinancierd? Nienke, hebben jullie al reacties ontvangen? Ja, wij hebben kort geleden een research preview gehouden over het onderzoek. En wat erin naar voren kwam is allereerst dat er heel veel herkenning was en ook bevestiging van het beeld dat wij schetsten vanuit ons onderzoek en de resultaten die daarin naar voren kwamen. En we zien ook heel veel interesse vanuit verschillende gebieden, bijvoorbeeld van gemeenten en zorgkantoren. En wij horen ook van hen terug dat ze echt op zoek zijn naar manieren om het beleid voor deze doelgroep te verbeteren. En van daaruit hebben ze dus ook interesse voor onze resultaten. En aan de andere kant hebben we ook veel contact met ervaringsdeskundigen en cliënten van zorgorganisaties. En van daaruit horen wij vaak de reactie terug van, denk ook aan die gelijkwaardigheid en zie ons ook als een mens en persoon en niet alleen als iemand met problemen of iemand met een lichtverstandelijke beperking, maar kijk ook naar de mens achter die beperking en kijk vooral ook daarna in de behandeling.